allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en even kijken welke datum het is. Het is vandaag 27 juli en ik ga zo meteen weg met mijn moeder naar de Bogaard om even nog wat dingetjes te kopen voor de zomervakantie. Het is nu al wat beter weer en het is super lekker weer. Dus het begon net kaart te regenen, maar het klaart nu wel wat op. Dus ik ga me omkleden, ik ga even de beelden op mijn computer zetten, want ik kan mijn camera meenemen naar de Bogaard. En dan ga ik lekker daar ook nog vloggen. Dat is superleuk. En dan heb ik gewoon lekker een lange vlog. Gisteren heb ik de vlog niet afgesloten, omdat ik gewoon echt te moe was om de vlog af te sluiten en ik ben gewoon in slaap gevallen. Dus ik ga nu even de beelden op mijn computer zetten en ook deze beelden die ik nu schiet voor jullie, ga ik op de computer zetten. En dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. De Bogaard in Rijswijk. We gaan lekker winkelen en we zitten in de auto. Chill, draaien. Superleuk. Auw, ik stel me op mannen. En we gaan nu naar Rijswijk. We zijn onderweg naar huis. We hebben lekker veel gewinkeld. En het is nu 3:55. En we gaan nu lekker naar huis. Ja. Ik heb onder andere geshopt bij de Coolcat, bij de Big Bazaar en bij de Mediamarkt. Ik laat het thuis allemaal zien. Wat ik heb gekocht. Het raam staat lekker open. Weg bij de Bogaard. Superleuk. En we gaan nu lekker naar huis. Dus ik zie jullie zo weer als ik thuis ben. En laat ik al mijn spulletjes zien. Dus wachten. Hè, we mogen eindelijk doorrijden. We rijden nu naar bij de Bogaard uit. Dus we rijden nu zeg maar hier. We rijden nu zeg maar lekker de Bogaard uit. En daar is de appie. Oh, achter de borstjes. Kijk. Dus daar gaan we weer lekker. We gaan lekker naar huis. En dan ga ik lekker even slapen, denk ik. En dan de vlog alvast bewerken. Vandaag. En dan zie ik jullie zo weer. Dus ik ben weer thuis. En ik wilde jullie laten zien wat ik heb gekocht. Dus eerst deze broek. Superleuk. Met van die ribbeltjes op de knieën. En deze was. Even kijken. €25. Deze kocht ik de beach-achtige spray, zeg maar, voor echt van die wat volume en shit in je haar. Deze was €2,50. En deze DVD, Danny Lewinsky, seizoen 3. En deze was €20. En Quint en ik hebben allebei de helft betaald van deze DVD. Want die gaan we in de auto kijken als we weggaan. Dus dat. Dit waren de aankoopjes. Niet zoveel eigenlijk, maar ik had ook niet zoveel nodig. Eigenlijk gewoon wat simpele dingetjes. En morgen ga ik naar de Primark met Sophie en met Marcia waarschijnlijk. Dus dat zien we morgen allemaal in de vlog. En hier zitten van die knoopjes bij. Dus dat is kwartje leuk. Het is nu. Eventjes checken. Het is nu 5:55 en ik ga naar boven. Ik ga dit even alle kleding ga ik een beetje sorteren wat ik in de was moet doen. Dus dat. Dus dan zie ik jullie zo weer. Nou, dus ik heb dus heel weinig gevlogd vandaag omdat ik echt niet zoveel boeiend heb gedaan. Ik ben even met mijn moeder naar de stad geweest en nu ben ik een to-do list aan het maken voor morgen, want ik moet nog best wel veel doen. Ik ga zo meteen hier lekker slapen. En deze bende even nu opruimen snel. Want dat heb ik morgen allemaal niet te doen. Deze vlog is niet zo lang. Ik denk van 5-6 minuten. Ik heb echt weinig gefilmd vandaag. Het valt me echt op hoe weinig ik heb gefilmd. Ik moet best wel doen voor morgen. Ja, ik kan het nu wel doen. Op zich, dit kan ik wel even snel hebben gedaan. Maar ja, daar houdt het ook mee op. Dit ga ik even snel opruimen. En misschien is het ook wel leuk om binnenkort weer een update te doen van mijn room. En het is nu, eventjes kijken. Het is nu 11:18. En ik ben echt dol op dit spul. Ik zweer. En mijn bed moet ook even opgemaakt worden. Dus dat ga ik ook zo doen. En dan ga ik de beelden van vandaag, dus zeg maar, die ik vandaag heb geschoten, importeren. Dan hoef ik dat zo meteen niet meer te doen.
En ja, ik ga eerst ook even een beetje alles uitzoeken wat ik mee wil nemen. Om mijn vakantie. En dus dat ga ik even doen. En dan spreek ik jullie zo weer. Dus ik ga even slapen. Ik neem dit even snel op. En ik heb net de vlog zitten bewerken. En ik moet 5 minuten 16. Dus deze op mijn vlog zit 6 minuten. Niet heel lager dan dat. Morgen ga ik dus met Sophie. Zoals ik al zei, volgens mij in mijn vlog. En die staat morgen om 11 uur voor de deur. Dus ik moet even een to-do-list maken. Voor wat ik allemaal nog moet doen voor 11 uur. Dus ik ga morgen om 9:30 opstaan. Of om 9 uur zelfs. En ik ga even snel alles opruimen voor ontbijten en zo. Dat ga ik doen. En even deze bende opruimen. Alles weggooien, stofzuigen en zo. En dan zit ik ook precies achter hoe laat en zo. Omdat ik het ook niet meer doe. Maar ik ga net het afsluiten bij deze. Ja, ik zie je morgen weer. Ik heb het niet omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hieronder. Want ik zit bijna op 250 abonnees. En als je deze vlog ziet, zit ik misschien al op de 250. Of misschien ben ik al iets overheen. Of ik zit nog wel op 248. Abonneer. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doeg.